Goedemorgen, het is maandagochtend en vandaag is Jolietje jarig. Nou ja, ze had eigenlijk het over al gehad, maar toch even voor de zon en zo. Ik ben nu op stal en ik ga even de paarden buiten zetten. En dan gaan we zo met El Professor naar de dierenarts, want hij wordt vandaag gekeurd. En als die goed gekeurd wordt, dan gaat hij zo meteen ook gelijk naar zijn nieuwe baasje toe. Dit is wel jammer, want ik ben wel echt een beetje fan van hem. We moeten over 10 minuten bij de dierenarts zijn. Kwartier. Oké, ik ga even aan de slag. Nou, hij is er klaar voor. We kunnen gaan. Ik snap het. Oké, helemaal goed. Ik dacht misschien weet je meer dan ik. Professor is goedgekeurd en we gaan hem nu naar zijn nieuwe adres brengen. Dus we gaan lekker even een uurtje rijden. Ja. En dan gaan we hem even brengen. En daarna gaan we gauw naar huis. Want dan moeten we natuurlijk nog even alle andere paarden rijden. Dus ja. Tot straks. Ja. Ja, dat gaat. Nou, we zijn weer terug. Het stond ondertussen wel een beetje laat. Ik heb ook nog even een lesje gegeven. Dus nu is het tijd om nog even een snel rondje te doen op mijn vriend Athos. Dus ik wil ook nog een beetje op tijd thuis zijn om iets aan Jolie de verjaardag te doen. Maar goed, ja, ik wil toch ook echt lekker Athosje rijden. Nou, als je dan denkt dat je op stal alles klaar hebt, dan gaan we thuis nog even verder met de stal. Jolie heeft een slijgstalhuis. Ik ga de doos even laten zien, meid. Heel veel slijg gehad. Er zit ook al heel veel op tafel, maar dat is allemaal in elkaar. En nu moeten we nog het huis. Dat heeft ze gehad. Guten diesen Morgen. Begin ik weer in het Duits. Ja, dat komt eigenlijk omdat ik met iemand zit te appen in het Duits. Dus daarom ben ik helemaal in de Duitse mood. Dat doe ik natuurlijk niet zelf. Zo goed ben ik niet Duits. Dat doe ik gewoon in diepel. Ik heb de paarden even binnengehaald. Die hebben vanmorgen al buiten gestaan. Die zijn nu even hun biks aan het eten. En dan gaan we aan de slag. Ik ga nu Casimir rijden. Ik zat even een heel klein beetje te eten. Niet dat hij... Even gewoon een handje, omdat hij anders woest wordt. En weet je wat ik ga doen? Kennen jullie Witje nog? Die Friese Mary, onze eerste Fries die wij hier op stal kochten. Van de hele boel die we er ondertussen hebben staan. Daar ga ik even op rijden. Zo zie ik er dus uit. En zo ziet Cas er dus uit. We hebben elkaar afgemat. Kom maar. Nu ben ik kapot en dan moet ik die Fries nog rijden. Oh. Ik ben aan het rijden op Duitse. Heerlijk toch, zo'n Fries. Oh, goed zo. Sta maar door. Nou, het gaat echt hartstikke goed. Ook het galoppering heel erg goed. Ja, lekker hoor. Misschien heb ik het al vaker. Ik ben er wel een beetje warm van. Ik ben ondertussen weer ietsje afgekoeld. Het is nu 2 uur. En er komen zometeen mensen kijken bij alle Friezen. We krijgen gewoon even Friesbezoek. Dus dat is hartstikke leuk. Alles, we zijn allemaal netjes. Alles is gewassen. Alles is buiten geweest. Alles is nu ja, op stal netjes. Zodat we ze daar allemaal even mooi kunnen laten zien. Ik ga nu dus eventjes hier de rommel van de ochtend opruimen. Want ja, alle paarden zijn ondertussen gedaan. Dus dan ziet het er zo uit. Ik ga het even netjes maken om de mensen straks te kunnen ontvangen. Nou, dat was echt even hartstikke leuk, maar wel even heel intensief. We hebben alle paarden gereden. Nou, ik kon er eenmaal niks van filmen, want het was ook echt heel erg druk op stal. Ik ga even Kassen een goede deken opdoen en dan ga ik hem nog even naar buiten doen. En dan moet ik vanavond weer sporten. Ik ga nu even met een vriendinnetje sporten. Die zit er niet per se op te wachten om al sportend in beeld te komen. Wij zijn hier morgenochtend weer om 7:30, want gaan we Casimir scheren. Casimir. Hallo. Oké, ik zie jullie morgen weer. Op de groenkeval. Doei.
Goedemorgen woensdagmiddag. Het is al woensdagmiddag. Ik ben vanmorgen vergeten de weekvlog op te starten. Want we hebben vanmorgen een video opgenomen over scheren. Ik had eigenlijk gehoopt dat Daan zou gaan scheren. Maar toen moest ik opeens gaan scheren. Ik moet dus wel echt volgende keer meer dat systeem gaan volgen. Ja. Want je ziet gewoon aan het scheerpatroon dat je van hot naar her maar wat gedaan hebt. Hoe lang duurt dat ongeveer voordat het een beetje weg is? Een week of twee. Dat ging niet heel verkeerd, vond ik. En we hebben even gebeld met Jacob, want ik twijfel toch altijd hoe dat nou zit met die dekens. Want hij heeft dan al die deken op en wat voor deken onder die video, die komt dan... Die hebben jullie al gezien, denk ik. Ik ben even naar huis gereden, ik ga Jolie even ophalen. En dan ga ik weer terug naar stal, want we hebben vandaag ook een fotoshoot de hele dag. Dus alles wat wij de hele dag doen wordt vastgelegd om dadelijk weer leuk op Instagram te posten. Dus lekker bezig! Hoi. We zijn opgezadeld met Caesar en Athos en we gaan nu naar buiten. En dan gaan we buiten nog wat... Het is nu natuurlijk nog mooi herfst. We gaan nog een mooie herfstfoto's maken. Ja, sorry dat ik jullie niet heel erg meeneem bij deze fotoshoot, maar het is echt aanpoten. Want we gaan echt van alles naar alles. Ik ga nu even een stukje buiten filmen, dat is toch altijd leuk. Ah. Ja, ik dacht, wij doen eventjes nu... Oh. Kijk, daar hebben we Roos, dat is de fotograaf voor vandaag. Hallo meid. Zo, we hebben lekker galoppeerd. Heerlijk. Ik voel meer helemaal de buitenrij vibes. Daan ook. Daan voelt vooral de ik moet naar bed vibes. Het is een soort van, er wordt een auto gefotografeerd daar. Hier is een soort van dance R&B shoot. Het is allemaal een horseshoot. Het is dus hotspot van Den Haag, jongens. Ja, corona en het bos is een stuk drukker. Daan leeft niet meer. Daan is echt een beetje moe. Dus we stappen nu lekker naar huis. We hebben een superleuk fotoshoot gehad. Ik denk echt dat het super tof is geworden met die twee jongens. Ik hoop trouwens ook een beetje te horen ben door de wind. Dus wij stappen nu lekker het laatste stukje naar huis. Nou, we zijn weer lekker thuis. Ik heb een beetje last van mijn knieën wel. Maar ja, dus het is nu tijd om andere paarden weer buiten te gaan zetten. Dus ik loop hier nu met Diertje. Het is nu avond. Daan en ik gaan de laatste paarden binnenhalen. En dan gaan wij lekker slapen. En dan zien we jullie morgen weer. Wil je nog wat zeggen, Daan? Nee, ik wil naar bed. Daan wil naar bed. Daan is echt heel moe. Het is donderdagochtend en ik ben begonnen met Cas afscheren. Kijk, en er kwam nog best wel wat haar van af. Want we hadden gisteren voor die video geschoren. Maar ik was toch niet helemaal tevreden. Toen dacht ik, ik ga even alle mooie even plekjes die ik niet zo mooi vind, ga ik even doen met de tondeuze. Dus toen gebeurde er dit. Ik weet niet of het te zien is. Dit, ja, duidelijk te zien. Toen schoor ik hem dus kaal tot op de huid. Dat is niet helemaal de bedoeling, want dan heb ik daar een naakt paard. Dus nou, dat is wel even jammer. Maar ik heb zo les met hem en ik dacht, ja, ik vind het toch niet mooi als hier en daar nog... Weet je wel, sommige stukjes was het gewoon iets minder goed geschoren als op andere stukken. En zijn buik waren we gisteren een beetje vergeten te doen. Nou ja, om echt goed te doen. Dus daar komt denk ik het meeste haar vanaf. Oké, hoop gelul. Ik ga de vriezer buiten zetten. En dan ga ik Cas klaarmaken, want we hebben zo les. Tot zo. Komt u maar. Oh, wat ben je toch een heerlijk makkelijk paard, zeg. Oké, Karsmeer, ben je er klaar voor? We zijn op een hele bijzondere locatie. Hier ben jij nog nooit geweest. Ik hoop dat je het hier niet te spannend vindt. Waar ben je nou toch weer? Nog nooit gezien hier. Het is donderdagmiddag. En ik ben op weg om Justy te halen. Want we hebben vandaag les. We hadden eigenlijk les bij de juf. Maar de juf zei, het is een beetje waaierig. En je ziet aan de wolken. Het is licht en een beetje donker. Er is een beetje kans op regen. Dus de juf zei, ik vind het ook goed om naar jullie te komen. Dus dat...
is lekker. Ik zit op Justy. En we kunnen nog even genieten van Steve. Dat zie je op de achtergrond. Heeft Steve les. Kunnen we ook nog even kijken. Even kijken hoe het moet. Net dat we helemaal nergens anders waren. Ik had Cas op de trailer staan en we wilden echt weggaan. En toen belde Gerdien van, het regent, dus zal ik naar jullie komen. Dat vond ik natuurlijk helemaal geen straf. Maar nu zijn wij dus in de auto wel weer onderweg naar de kliniek. Er zijn twee jonge paarden naar de kliniek gebracht om te keuren. En die moeten weer mee terug. Dus eigenlijk het plan was omdat wij gingen lessen en dat die paarden even weer gereden werden. Dus wij zijn nu alsnog even onderweg naar de kliniek. Ja, goed. Ik sta hier met twee jonge paarden. Oké, dan ga ik ze losmaken, hè. Kom terug. Ja, goed zo. Oh, wat knap. Oh, wat knap. Kom maar. Oh, waar ben je? Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. En dat betekent de uitmestochtend. Dus Maaike is met de stroommachine bezig. En ik ben hier met papa aan het uitmesten. Goedemorgen. 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 Ik heb de afgelopen twee weken echt gigantisch druk gehad op stal met, nou ja, van alles en nog wat. Daardoor is mijn huishouden, nou ja, dat bestaat niet meer, mijn huishouden. Dus ik moet vandaag, vanmorgen, mijn huis opruimen. Kijk, dit is gewoon alleen al strijk. Dit moet ik allemaal nog opvouwen. En daarna moet ik het allemaal wegbergen. Daar ben ik. Op Justy. Zonder zadel. Ja, daar waren we. Nou, vandaag is even niet helemaal mijn dag. Ik ben echt enorm moe. Alles is zwaar, alles is te veel. Veel druk aan mijn hoofd. Of op mijn hoofd, of ik weet het eigenlijk niet zo goed. En nu ben ik eventjes bij Sammy in de lessen aan het stappen met Just. Want aan de hand dat weet ik zeker dat ik dat niet lang als 10 minuten volhoud. Dus nu kan ik mooi eventjes 3 kwartier lekker even stappen. Zo, samen met Justy. Samen met Tess. Goedemorgen. Het is 7:15. Het is me een beetje aan te zien. Ik had niet de motivatie om iets aan mijn gezicht te doen. Vandaag. Vanmorgen. Ga ik lekker deze avond rijden. Ik ga Cas rijden. Ik ga de paarden lekker buiten zetten alvast. En ik dacht, we kunnen misschien ook weer even een keer een stukje filmen van de training met Atos. Ga lekker rijden. Hij denkt, wat doe jij hier zo? Let's go. Atos staat in te stappen in de molen. We zijn een mestput nu aan het leeg scheppen. Kom nog even aan. En ik loop hier met Aso. Alles staat buiten. Atos is ingestapt. Ging opeens een beetje doen alsof hij wild was of zo. Ik doe hem even 2 tellen aan de lontje. Ik ga even kijken wat hij doet op het slepertje. Want de baan wordt gesleept. En ook kan ik natuurlijk buiten rijden, maar het is een beetje regenachtig. Zo wild is die dus niet. Ik ben toch maar gewoon gaan zitten, want ik denk misschien als ik erop zit, dan gaat het beter. Ik ga even kijken of de kamer ergens neer kan zetten.
Oké, dit is dus echt heel kut. Ik zie er ook echt heel kut uit. Ik heb wel een heleboel gedaan. Dat heb ik even allemaal niet laten zien, omdat ik gewoon even niet voor in de stemming was. Ik mag eigenlijk geen zeggen, maar ik geef mezelf er even vrij van. Nu. Het lukte me vanmorgen toch niet om het verhaal te vertellen. Ik heb er eventjes een middagje opgekoud om dit toch met jullie te delen. Ik dacht eigenlijk, ik deel het niet, maar ik vind dat ik het toch even met jullie moet delen. Misschien is dat ook wel fijn om te doen, maar vanmorgen echt een vreselijke kutbeslissing moeten nemen. We hebben onze pony Boris moeten laten inslapen. Boris is bij ons in de video's ook een aantal keer voorbij gekomen. En Tessa van Hart voor Paard, die rijdt hem. Dus bij hun is die sowieso heel vaak te zien. Dus de meeste van jullie zullen hem denk ik wel kennen. Boris had al 2 dagen coliek. Hij had een verstopping. Dat betekent dus dat er in zijn darmen iets verstopt zit. En dan kunnen ze dat best wel... Dat is heel vervelend en heel pijnlijk. Maar dat is in de meeste gevallen goed op te lossen. Nou leek het gisteravond ook wel ietsje beter te gaan met hem. Kijk, hij probeert mij gewoon heel de tijd te troosten en een beetje op te vrolijken. Nou leek het ook beter te gaan gisteravond. Maar vanmorgen kwam de dierenarts toch weer, want het ging toch weer niet goed met hem. En het ging eigenlijk elke minuut slechter met hem. Nou bleek dat hij dus een liggingsverandering had, dat het geen verstopping meer was. Dus dat er in de darmen zijn dan over de milt heen geslagen. Ja, en het ging zo slecht met hem dat we geen andere beslissing hadden om hem te laten gaan. Ik wil het denk ik ook gewoon heel even hierbij laten. En ja. Dan zie ik jullie volgende week weer.